Yo, what up? Dit is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Pancho Battles The Judgments. Dit keer gaat het over de reeks halve finale battles die we hebben gehad. Zoals altijd ben ik wel met mijn juryleden. Hier aan mijn rechterkant heb ik Excellent en Kimo. Aan de linkerkant gast jurylid Vo en Tim Bonus. Heel enthousiast gaan we het met z'n allen hebben over de battle Jackson D tegen Diversity. En Tim heeft er zin in, dus jij mag hier lekker beginnen. Ik heb zo'n zin in. Ik voel de... Ja man, echt enthousiasme gewoon. Het is echt... Het allertofste aan deze battle was dat hij op een gegeven moment voorbij was. Je was zeg maar bij de time. Het was mildly en zeg maar toen time kwam, toen dacht je, yeah! Ja hoor! Nee, maar was echt zo duidelijk van jou? Diversity lijkt op het neefje van Mark Zuckerberg, vanaf zijn achterhoofd in ieder geval, moet ik het niet zien. hij chokede heel erg gewoon op een gegeven moment. En hij zei op een gegeven moment, Jackson D, jij moet uit de league getrapt worden. Toen dacht ik, dat is een goed idee, maar dan voor jou. Ik weet niet man, het deed me echt helemaal niks wat hij deed. Okay. Dat kan misschien echt heel onaardig overkomen, dus ik ben heel erg bewust van. Ja, ik weet niet. Ja, nee, ik was super aardig. Maar ik was gewoon aan het kijken en dacht van ja. Nee. Okay. Ik deed me niet zoveel. Ik heb ook echt gewoon, ja. Kimo heeft één ding opgeschreven die bewaar ik dan voor. Maar ja, ik. Okay. En Jackson D. Jackson D was zeg maar. Wat Jackson D. Was dat zeg maar, dan zei Diversity iets en zei Jackson. Ja, ja, inderdaad, ja, dat is waar. Ja. Hou gewoon je bek. Ja, toch. Gewoon niet hinderlijk. Ik kon me gewoon niet concentreren op de rondes van geen één van hun tweeën, man. Er was één harde bar. Jackson die zei, als ik een bar erop choke het publiek. Ja. Ik, inderdaad. Behalve bij die. Ja. Die vond iedereen toch. Het is een super awkward battle. Dus ik dacht van, nou, anders dan ga je steen gewoon even rustig uit door. En dan van ons die last mee. Ja, dan ga je gewoon lekker gewoon awkward met z'n tweeën doen. Ergens bij een ander battle waar toch niemand staat. Oké, excellent. Jij was bij de auditie, want dan was je over Diversity heel erg te spreken. Bro, ik vond hem top 3 beste audities van de laatste trials, man. Jenzo Klokke, Lynx en Diversity sprongen er voor mij uit, hun 3. Oké, en hoe kijk je daar nu op terug? Nee, Diversity heeft het helaas niet kunnen brengen zoals bij zijn trials. Ik weet niet waar de fuck het aan lag. Ik weet het niet. Gebrek aan inspiratie, slechte voorbereiding, I do not know. Misschien de pressure van een echte event. Snap je? I don't know, man. Ik weet het niet. Maar ja. Hij is een trouwens gesmashed en hier helaas het klopt man. Oké, maar is dit zoiets voor jou van nee? Of heb je zoiets van ik zag het? Nee, zoals met anderen die daar ook weer een tweede kans hebben. Zeg. Als je trouwens hebt gekild, hier geflopt, dan is het ja, wat ga je de volgende keer doen? Flop je nog een keer, dan, ja, dan gaat het al gauw ophouden. Weet je. Ja, want maar je bent een stuk strenger dit keer. Ja, sowieso. We gaan filteren, trust me. We gaan echt filteren. Volgend seizoen, zoals ik zei, wil ik alleen maar fire hebben man. Die middenmatige, zwakke shit, fuck dat allemaal. Alleen maar vuur, hoor. Dat bloed van de olie. Precies dat, weet je. Dus als hij nu is gegaan, dan krijg je nog een kans. Ik bedoel, als hij kan komen als hij zijn try-outs, dan heeft hij alle middelen om, ik toch, een dope battle MC te zijn. Maar ja, dat vandaag was het hem niet, man. Okay. En zijn opponent, nee, ook niet. Was hem ook niet van hem vandaag, man. Hij had dat ene momentje, die ene lijn van als ik een lijn was, dat choke het publiek. Als hij dat kan copy-pasten over 3 rondes, dan zou hij hebben wat. Hebben we zichzelf dissen. Maybe. Misschien niet dat zijn ding. I don't know, weet je. Maar in ieder geval, dat was het enige moment. Maar je hebt toch al wat meer nodig, weet je. Oké. Nou, dus horen we... voor allebei is het hem niet in deze. Van wat ik hier heb gezien, is het hem niet voor wat zijn ze, man. Voor allebei niet, man. Oké. Met dit. De discussie horen we heel vaak van vroeger was alles beter in de faux-tijd, eigenlijk, zeg maar. Maar is dat ook zo? Ja, Fo als degene uit die tijd, als je dan naar deze battle kijkt, heb je zoiets van, ja man, ze hebben gelijk, of... Of kan je nu een battle doen, maar uit jouw tijd ook zo zeggen? Vroeger stonden er niet zulke battles op de kaart, had ik het idee. Okay. Misschien, omdat ik zelf meedeed, heb ik het anders beleefd, maar ik denk dat die middelmoot die nu middelmaat is, dat het vroeger geen middelmaat was, zeg maar. En qua top, heb je er zijn wel gewoon een paar toppers nu, die vroeger makkelijk mee konden draaien, maar ik denk dat ja, het grootste deel wat daaronder komt, zou vroeger gewoon niet op de kaart staan. Doorgelaten. Ja. En vond je deze battle dan ook een niet kaartwaardige battle? Nou ja,
Diversity, die heeft alleen zijn auditie gehad, toch? En als hij daar hard was, ja, dan zou, dan heeft hij al het recht om op de kaart te staan, logisch. Dus ja, het was gewoon, je geeft ze een kans. Maar ze hebben niet waar, ja, het is goed dat ze kans krijgen, alleen ja, ze hebben niet waar kunnen maken. Dat kan je vooraf natuurlijk nooit inschatten, dus ze hebben gewoon zelf opgefokt. Maar ik vind niet dat ze niet op de kaart hadden mogen staan ofzo. Okay. Voor mezelf was dit gewoon een classic bij, waar twee auditanten ineens wel van vuur brengen. Die zijn er ook genoeg geweest. Ja. Kimo, jouw toezet? Ja, ik had ook heel weinig, normaal schrijf ik heel veel op, maar hier heb ik heel weinig opgeschreven. Ik vond dat de first die wel steady begon, maar daarna heel snel opvokte. Ik heb daar ook zonde opgeschreven. Bij Jackson Dia vond zijn loopste lijn inderdaad. Dat hij zegt, als ik een bar doe, kan ik het publiek. Ja. Ja, jouw leven, jouw lichaamstaal is natuurlijk echt zonde, man. Ja, ik wil gewoon slapen, maar ik vind het, het was een, dat komt bij deze wedstrijd gewoon heel goed. Ja, ja, nee, ik heb een lange verkort, het was een zwakke bed. Het was het ook gewoon niet. Nee, maar aan allebei de kanten niet? Of hebben jullie wel zoiets van, oké, er is wel een soort van... Ik vond ze wel echt allebei even in komen. Ik stond buiten aan om met Kama te praten, daar stond Jackson bij. Maar die was zich er ook wel bewust van. Die zei ook van, ja, ik weet niet, man, ik heb gewoon geen goede battle neergezet. En ik vond het moeilijk en in de voorbereiding was het anders dan de audities. En ik vond het moeilijk, ik vond het ook heel spannend, ik was een soort van zenuwachtig. Ja, ik vond het gewoon, ja, het was allemaal toch wat serieuzer dan dat hij had verwacht. Dus hij had er zelf van, hij zei, ik had er gewoon niet mee. Ja, nou, wat Volk bijvoorbeeld net zei van Diversity, hij heeft een auditie gedaan en nu is het eigenlijk zijn eerste battle. Bij Jackson Lee is het nu eigenlijk zijn tweede battle volgens mij al. Ja, ja. Kijken jullie daar ook anders dan naar? Zo van, nou, Diversity krijgt dan misschien een grotere pass omdat Jackson Lee heeft eigenlijk al een battle. Jackson Lee heeft een try-out gehad en twee battles, toch? Als ik me niet vergis. Dit is de tweede volgens mij. Ja, naast een try-out heeft hij twee keer al gebattled. Ja. Tuurlijk, daar ga je anders naar kijken dan Diversity die een goede try-out had en dan nu voor het eerst in het diepe springt. Nu heeft hij in het diepe gesprongen, hij heeft kunnen voelen wat die pressure is en misschien kan hij nu met dat de volgende keer wel weer komen als in zijn auditie, snap je? Okay. Die kans krijgt hij dan. Okay, maar, als je al twee keer op een event hebt gestaan en twee keer hebt geflopt, dan ja, dan moeten we even gaan vergaderen over... Wat we even in de groep schappen met z'n allen, of je er wel kijken of je er wel ik vraag me af wat leuker zou zijn als wij in de groepsapp van de POW-rappers zouden zitten of als zij mee konden lezen. Dat zou wel een ding zijn. Ja, ik denk het gaat veel gefilterd worden volgend seizoen, als het aan mij ligt in ieder geval. Okay. Gaat het veel gefilterd worden. En zoals ik hoor, heb je niet het gevoel dat Jackson die filter haalt? Op de manier hoe hij het vandaag heeft gedaan? Nee, wat mij betreft is dat, hoort dat bij wat er gefilterd gaat worden, man. Dat soort shit wil ik volgend seizoen niet zien, met alle respect. Fuck that. Nee. Okay. Ik wil gewoon dat volgend seizoen zo is dat je twee willekeurige MC's kan pakken, gewoon blind. Maar ze neerzet, dan hebben we het ook best. Altijd vuur. Dat bedoel ik. Klaar. We gaan gewoon wat strenger zijn. Oké, nou, laten we lekker streng doen ook met de cijfers, want ik heb het gevoel dat dat ook gaat gebeuren. Kimo, jij mag lekker eerst. Lekker hoor. Cijfernatie. Ik geef ze alle twee vijf, man. Dat was voor mij onder de maat. En dat ze wel net zijn begonnen. Ja. Heb ik zoiets van, ja, weet je. Het is gewoon onvoldoende. Ik heb dan die auditie niet gezien. Want je kijkt niet naar Pantje. Ja, als je niet bij kijken, dan gaan we kijken naar Pantje. Deze auditie van hem heb ik niet gezien. Ik moet natuurlijk zien waar ze wat voorbij komen, maar deze heb ik niet gezien. Dus dat was de eerste indruk en ik vond alle twee geen beste indruk. Alle twee vijf. Oké, duidelijk. Was het goed? Best wel. Voel jouw cijfers voor deze battle? Ja, maar ik geef de first die 4,5 en Jackson die 4,6 omdat de first die een grote choke had. Ik wil nog wel even zeggen tegen Jackson die, en het is al genoemd, dat praten tussen rondes is echt not done. Bij iemand anders een ronde. Is, ja, want door iemand anders, ook nog terwijl die net had gechoked, man. We graag aan praat in je eigen we graag aan het publiek, respect de fucking MC's. Als ze aan het spitten zijn, dan ben je tegenstander. Ja, disrespect man. Ja. Dus hij ging eigenlijk stil zijn in zijn eigen ronde en De first had net gechoked en dan zegt hij van hey, kom op en dan is hij er weer. En dan gelijk weer praten om uit zijn concentratie te halen. Dat is onsportief man, dat vind ik zonde. Dus voor iedereen die battelt nog... Shut the fuck up. Ja man, shut the fuck up. Ja, laat ons er gewoon heen praten. Ja, dus nog één keer even jouw cijfers. 4,6 Jackson D, 4,5 Adversity. Denk ik.
Ja, heb ik al gehad volgens mij. Nee, nee, nee. Nee. Niet bij een paar cijfers. Nee. 4,8. That went wrong very fast. 4,8 voor diversity en 5 voor Jackson. Excellent. Ja, cijfers. Allebei 4. Ja. Allebei 4. Dat deed Adi niet, hè? Wie? Dus, ik ga even afkomen dat ik de cijfers ga. Ik ga even die eindcijfers breken, man. Ik kan niet meer. Ondertussen hebben we meer gelachen om deze judgment dan om de battle, maar zijn we wel terug met de eindcijfers. Diversity is namelijk geëindigd op een 4,5. Jackson D geëindigd net iets hoger op een 4,6. Natuurlijk hebben jullie kijkers ook mogen stemmen. En als je op punchupbattles.nl gaat kijken, zie je wie uiteindelijk deze battle heeft gewonnen. Of misschien minder verloren. Ik bedank mijn juryleden. Excellent, Kimo, Fo en Tim Beumers. Mijn naam is Demo en mij zie je weer bij de volgende aflevering van Punch Up Battles, The Judgment. Ba-ba-ba.